niet heel kort of zo, maar wel dat ik nog een klein staartje kan. Dat is wat ik tegen de kapper zeg. Ja, wordt al moeilijk. Ik heb dingetjes besteld, dus we gaan even kijken wat erin zit. Nou, ik weet ook gewoon echt niet meer wat ik besteld heb. Goedemorgen en welkom weer bij je nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag 10 juli en we gaan er weer een leuke week van maken. Ik ben net onder de douche vandaan, dus vandaar dat mijn haar een beetje raar zit. Want straks naar de kapper, gaat er weer een stukje vanaf. En onze kapster hier in de straat, die heeft nog geen wasbak en zo. Dus die vraagt altijd of je wel met gewassen haren komt. En dan knip ze je. En dan... Ze is wel met een kapsalon bezig achter haar huis. En dan zit ook een wasbak bij. En dan kan ze ook je haar verven en zo. Maar voor nu is dat nog even niet. En omdat ik vind dat ze het heel erg leuk doet. Heel leuk knipt en zo. Graag voor over. Ja, het is weer een rommeltje. En ik moet het wel een beetje aan kant gaan brengen. Maar het is ook heel erg warm weer. Dus ik doe steeds een klein beetje en dan komt het ook helemaal goed. Allerlei verschillende projecten weer door elkaar gestart. Je kent het wel. Iets met halsbanden maken. Een project gelijk aan het haken voor Daniela, de letterdief. 3D miniatuur dingetjes. Ja, ik moet er nog ook ergens één hebben liggen. Ik weet niet weten waar ik die geplaatst heb. Maar Agnes vond deze. Is gewoon de storekeeper is gewoon een boekenwinkeltje. En Tim die is bezig met een soort fairy tale. Dat had ik eerst gehaald. En hij was helemaal... Hij zag het staan op mijn kast. Hij zegt, Janneke, mag ik die maken? Ik zei, ja, is goed. Ik kom er helemaal niet uit. Ik vond het maar moeilijk en zo. En hij zegt dan tegen mij, nou, jij moet dat uitsnijden. En dat doe ik dan. Ik doe dan met het mesje alles uitsnijden. En hij is dan vervolgens alles in elkaar aan het zetten. Goed team. Ja, ik vind ons echt een goed team. Dus, dat durf ik wel aan de 3D. Al ziet deze er makkelijker uit dan de andere. Maar zo zijn er heel veel dingen door elkaar aan het lopen. En het is weer dikke ADHD hier zo. Met de rommel die erbij hoort. En geen focus hebben. En geen... Ja, gewoon niet meer weten waar je moet starten. Maar goed, ik start altijd maar met stofzuigen. Want dat is altijd nodig met mijn harige vriendin die erachter op de bank ligt. Tenminste, even blijft liggen. Ze wil te kijken wat ze is aan het doen. Maar ze blijft liggen. Dus dat ga ik maar eerst doen. Nou, inmiddels is de tafel opgeruimd. En is het achter ook allemaal opgeruimd. En ligt Yuki hier. Ja. Snap niet wat ik moet doen. Ik moet naar de kapper. Ja, ze denkt, je bent dan heen en weer lopen. Ik was de deur dicht aan het doen. En ik was even alles aan het opruimen, zeg maar. En Yuki snapte niks van. Ik denk, wat gaan we doen? Wat zijn we van plan? Maar ja, hier is ook allemaal opgeruimd. Nou goed, weet je. Dat blijft. Overal speelgoed voor Yuki, dat blijft. Dus dit is het laatste look. Ik heb even een hoge staart gemaakt. Ik weet echt niet wat ik ermee aan moet. Gewoon, kijk, als het los is... Is het ook echt, nou ja, lang en niks. Weet je, het hangt zeg maar zo. Dus ik denk dat Wendy, de kapster, daar wel wat moois van kan maken. In ieder geval een heel stuk eraf. Ja. Ik vind het zo, nee, het zit niet lekker, het zit warm. Een heleboel eraf en het hoeft niet heel kort of zo, maar wel dat ik er nog een klein staartje kan. Zoals ik bij tegen de kapper zeg. Dat er nog een klein staartje kan. En verder in laagjes. Nou, dat is eigenlijk heel makkelijk altijd. Maar ja, dat is hoe de look nu is. En dan zien we zo hoe de look geworden is. Tot zo. En after. Het is weer lekker kort en licht en luchtig. En hierbovenop is het altijd heel zwaar en zo. En nu kan ik weer gewoon zo kneden. En dan valt het weer leuk. Ja. En als ik gewoon zo doe, dan zit het niet meteen helemaal hier. Hey, ik ben blij, ik moet gewoon veel vaker gaan. Dat zeg ik iedere keer en dan denk ik ook iedere keer, ik ga het ook beter inplannen. Maar it don't happen, nee. Dus, maar goed, ja, ik ben helemaal fris en fruitig. Ik ga eventjes wat drinken en dan ga ik met Yuki naar buiten. En ik neem jullie gezellig mee met Yuki naar buiten. Thank you.
Goedemorgen en welkom bij een nieuwe dag. Het is vandaag dinsdag 11 juli. Eyuki en Rosa die liggen op de grond. Ik heb het al bloedheet. Vandaar dat mijn haar even zo in een staart zit. Het gaat nog maar net in een staart nadat mijn haar gisteren geknipt is. Maar het irriteerde overal. Ik moest stofzuigen. Rosa verschonen, die had gepoept. En alles door elkaar heen ben ik oververhit. Ja, nou, nu zijn ze lekker op de grond. Ik even water drinken en even rustig hier erbij zitten en even genieten van het uitzicht. Oké, vind je deze leuk, Roos? Je houdt gewoon je lach in. Het ging net helemaal hard lachen. Ja, wordt al moeilijk. Roos? Kom op. Omdat ik film, hè? Inmiddels heb ik Fleur ook uit school gehaald. Ik ben lopend gegaan naar school. Dat was 20 minuten heen, 20 minuten terug. Ondertussen met de pauze voor Fleur hebben we koekjes gegeten, wat gedronken en even het uitzicht genoten. Oh, en ik wilde macaroni maken, maar de macaroni was er niet. Dus het is fusilli. Kijk, fusilli is het geworden. Ja, we gaan even afgieten. Goedemorgen en welkom weer bij een nieuwe dag. Het is vandaag woensdag 12 juli en ik ben een soort van overbelicht. Ik kom even een zonflits voorbij. Het is een beetje af en aan met de regen hier zo, maar over het algemeen is het wel gewoon lekker weertje. Alle ramen open, deur open, Rosa lekker op de grond. Aan het rollen en aan het spelen. Yuki ligt daar. Ik was net aan tafel, was ik wat aan het doen. Ondertussen Rosa in de gaten houden en Yuki. En dan komt ze altijd zo bij me liggen. Ze doet zo moeilijk eten nu tegenwoordig met de brokken. Ze heeft ander voer, goed voer. Geperste brok op vleesbasis en dat moet gewoon goed gaan. Maar ja, als het niet eet, weet je dan. Maar goed, het schijnt gewoon heel kieskeurig te zijn met eten. Ik ben natuurlijk helemaal niet gewend, hè. De Labrador, die eet alles. En dit is een hond die bijna niks wil eten, behalve vers vlees. Maar ja, ik had dus vers vlees gehaald, waarschijnlijk waar veel bot in zit, waardoor verstoppingen kunnen ontstaan. En moet je ook allemaal maar weten. Dus vandaar dat ik liever een brok neem, dat ik zeker weet van hier zit alles in wat goed is. En als je het uit hebt gezocht, het is een goede brok. Ja, dat. Dan dat ik met vlees moet gaan klooien en nog wat dingen bijvoeren, zodat met groentes en zo, zodat het allemaal weer een soort van goed zit in die darmflora. Nou, als je begrijpt wat ik bedoel. Ik ben voor mezelf al niet heel goed met eten, laat staan dan voor mijn hond. Dus als ik een goede brok kan vinden en die zeggen van, nou, dit is helemaal perfect, dit is helemaal goed. Qua. En eet ze het niet. Ik gewoon in de bak. Kijk. Ja. Ja, Rosa is hier. Oh, heb je speelgoed van Yuki gekregen? Zullen die even wegdoen? Ja, je speelgoed van Yuki gekregen. Ja, je hebt zelf ook speelgoed. Die heb je allemaal weggeschopt. Ja. Yuki is daar aan slapen tussen al haar speelgoed.
Nee, hè? Gaan we nog even lekker spelen. Goedemorgen, het is een nieuwe dag. Het is vandaag donderdag 13 juli. En geen kindjes, geen Rosa. Rosa die heeft een afspraak, dus die is er vandaag niet. En pas om 2 uur, kindjes. Ja, en we hebben afgesproken om naar de Action te gaan en daar even wat spulletjes te gaan kopen voor ons 3D-project. Tim en ik hebben 3D-project. Ik ga stofzuigen en ik zie jullie straks weer. Oh ja, inmiddels zijn we aan het 3D'en. Zijn we ook bij de Action geweest, hebben we die mat gehaald en die lijm. En we zijn van Action de boekstore aan het maken. Fleur is wat anders aan het maken. Wat ben je aan het maken, Fleur? Olifant. Is waar we die aan het maken, maar heel veel dingen zijn niet meer compleet ervan. Dus we zijn gewoon met een nieuwe begonnen. En ik was met de tulpen bezig en die heb ik even hier verzameld. Het gaat niet helemaal zoals ik wil. Goedemorgen en het is weer een nieuwe dag. Het is vandaag vrijdag 14 juli. En Yuki heeft weer huidproblemen. Ze heeft weer jeuk. Tenminste, ik weet niet of ik het al eerder had verteld. Maar Yuki heeft sinds een tijdje dat ze verkeerd reageerde op haar voer. Is ze misselijk naar de dierenarts gegaan. Sindsdien heeft ze jeuk toen we bij de dierenarts vandaan kwamen. Tenminste, toen begon de jeuk, zeg maar. Voer uitgeprobeerd. Nu denk ik, ik zit op een goede brok. Ik laat het hier even bij. En ik had ook vers vlees voor haar. Daar raak ze weer verstopt van. Ik zeg wel eens voor de grap, het is een maandagochtendmodel. Maar ja, Yuki is een gevoelig hondje, gevoelige huid, gevoelige darmflora. Dus ik heb nu ook biergistabletten heb ik voor haar gekocht deze week. En zalm en schapenvet, olie voor over haar brokken, want brokken wil ze niet eten, mevrouw. Die is een beetje verwend. Dus ja, dat gaan we nu een tijdje proberen en dan hopen dat het overgaat. Maar daar ben ik dus sinds vanmorgen mee gestart. Met die olie. En ik ga zo op visite bij een vriendin van mij, Ilona. Maar ja, jullie raden het al. Voor hetzelfde geld raak ze aan de scheid hiervan. Dus ik ga niet heel lang op visite. Ik zie het trouwens vanavond ook weer. We gaan ook uit eten. Samen met Agnes, nog een vriendin van ons. De moeder van de kinderen trouwens ook. Gaan we uit eten. Dus we zien elkaar ook weer. Dus het is niet heel erg als ik niet heel lang ga. Maar het is wel weer. Er komt ook iedere keer wat tussen als Ilona en ik afspreken. Daarom ga ik wel gewoon. Maar met de fingers crossed of het goed gaat. Dus ik ben benieuwd of ik zo meteen terugkom of mijn huis nog. Ik zie de kopje er bovenuit komen. Ja. Of het dan allemaal goed gaat. Maar wish me luck. Nou, de picknickbestelling is binnengekomen. Dat zit dan in allemaal tasjes. Dan ga ik even neerzetten op het aanrecht. Goedemorgen en welkom weer bij een nieuwe dag. Ja, het is weer zover. Gisteren best wel veel video's nog opgenomen voor TikTok. Daarmee bezig geweest. En wat heb ik nog meer gedaan? Eigenlijk dingen die niet super duper voor het vloggen waren, zeg maar. Vandaag. Eigenlijk ook niet heel veel spectaculairs op het programma dan dat ik mijn boek verder ga lezen. Ja, volgens mij is het wel een lekker weertje. Ga ik straks lekker in de tuin mijn boek lezen. Nu is het even koffie. En ik ben een serie aan het kijken. Steven zei dat ik die moest gaan kijken. Dat het echt best wel heftig is. How to Make a Murderer over Steve Avery. Die jongen die 18 jaar onschuldig in de gevangenis had gezeten. Niet spoiler, ik weet het verhaal verder niet. Ik heb het ook niet opgezocht of zo. Maar hij had 18 jaar onschuldig in de gevangenis gezeten. Maar ja, er zijn 2 seizoenen en hij is nu vrij. Tweede aflevering. Maar ik denk, volgens mij wordt hij weer voor iets anders opgepakt en neergezet. Een jongen met een laag IQ. Ja, eigenlijk een beetje een soort van door de malle molen van het hele stelsel van strafrecht daar in Amerika. Is het gewoon misgegaan, gewoon expres misgegaan ook. Dat ik denk, wat hebben ze met die man gedaan? Hij is hele gezin kwijtgeraakt, vrouw met kinderen, omdat ja, hij werd opgepakt toen ze tweeling, de baby's, waren 10 dagen oud of zo. En hij moest 18 jaar zitten.
En dan kreeg ze ruzie met zijn vrouw en zo in de gevangenis. Ja, toen heeft hij ook gezegd van laat me gaan, weet je, zoek gewoon een andere partner. Nou, logisch, weet je, als je toch de rest van zo lang nog in de gevangenis moet zitten. En zij moest alleen voor de kinderen zorgen, dan snap ik het ook wel weer. Maar ja, die was ik dus aan het kijken. Dan ga ik even een klein stukje verder kijken en dan ga ik lekker lezen. En ik zal weer inchecken als er weer wat leuks te melden is. Oké, er is een pakketje binnengekomen van Temu. Ja, het is een soort Shein AliExpress, maar ja, binnen een week gewoon geleverd. 5 dagen zelfs. Ik had wat dingetjes besteld, dus we gaan even kijken wat erin zit. Nou, ik weet ook gewoon echt niet meer wat ik besteld heb. Dus ik ga het even allemaal neerleggen. Nou, ik had nog een haren ding verwijderaar voor de mat. Had ik deze genomen. Dan kun je zo ja, schrapen en haren weghalen. Ik had gedacht dat deze groter zou zijn. Dus zo'n 3D-kat. Een blok om die hondenhalsbanden op te maken. Dit is voor wattenstokjes. 2 hele leuke magneetjes voor de koelkast. Een eitje met bacon. En flesjes wijn met broodjes. Ja, dit was just for fun. Ik weet niet wat ik er, waarom dit erbij zat. En dan heb ik 3 maten van die fidget ringen. Dat zijn van die ringen. Zien. Die je rond kan draaien. Ik zal er zo even eentje uithalen. Oh, en een handdoek. Echt super handig. Daar had ik al eentje van. Als je gedoucht hebt, dit wikkel je om je haar. Je zet het vast met een knoopje en het blijft gewoon lekker zitten. Dus ja, dat was het. Dit is de ring en die kan dus zo ronddraaien. Maar er zit nog een papiertje op. Maar kijk, dat is wel leuk. Goedemorgen, het is een nieuwe dag. Het is zondag 16 juli. De laatste dag van deze weekvlog. En zoals jullie gisteren dus hebben gezien, is er bar weinig gebeurd. Ja. Vandaag gaat ook niet super veel gebeuren. Ik ben een beetje aan het opruimen. Want morgen heb ik een super drukke dag. Heb ik 3 afspraken. Ja, 3 afspraken. Gesprek op school, tandarts en access bars bij Carolien. Dus mijn hele dag is gevuld. Houdt ook in dat ik een deel van deze weekvlog al moet gaan editen vandaag. We hebben Dungeons & Dragons vanavond. Ik moet opruimen. Stress! Maar goed, weet je, rustig aan, breekt het lijntje niet, we doen wat we kunnen en het stormt. Dus ik ga er als een wervelwind doorheen door dit huis. Ik zit in Michelle's kamer, want ik ben aan het editen. Tenminste, Michelle's kamer. Het is ook een beetje logeerkamer geworden. Editkamer, opslagkamer, allerlei soorten kamer. Maar ja, deze vlog is ten einde. Ik heb weer een poging gedaan om het beetje de leuke dingen weer van de week bij elkaar te verzamelen voor jullie. En daar weer een soort van weekvlog van te maken. Volgende week ga ik het gewoon weer doen. En gaandeweg zullen er wel weer wat leukere dingen zijn om ook weer naar te kijken. Ik hoop dat jullie hem leuk hebben gevonden. Mocht dat zo zijn, vergeet niet een duimpje omhoog te geven. En te abonneren op mijn kanaal hier beneden op de abonneerknop voor shoplogs, vlogs. Ik zal ook shorts gaan uploaden voor degene die wel van boeken houden en boekenreviews en dat soort dingen die geen Instagram en geen TikTok hebben. Is het misschien toch wel handig dat ik het via YouTube short
upload, want dan kan je in ieder geval toch die video's zien. Ze zijn wel rechtop gefilmd, dus dat is in TikTok en Instagram Reel style. En ik ga die gewoon ook uploaden op YouTube, want er zijn heel veel mensen die beide platformen niet hebben. En dan kan je er toch van genieten. Ja toch? Dus, die gaan ook zeker komen. En die komen veel vaker voorbij, omdat ik best wel regelmatig upload dus op TikTok en op Instagram. Dat soort video's maak, bijna dagelijks. Dus die shorts, die zullen dan ook op YouTube komen. Ik denk win-win, leuk. Nou, we gaan het zien, we gaan het beleven. Ik gooi ze er gewoon op en vind je het niks, dan swipe je door of dan zoek je er verder. Maar voor de mensen die het wel leuk vinden, alsjeblieft, graag gedaan. Ik wens jullie een hele fijne week en ik zie jullie volgende van de week weer in een nieuwe vlog, shoplog of een short. Doei doei!